Hey Michel, we komen van de rechtszaak af. Wat was jouw visie daarover? Wil je het echt weten? Ja. Ik vind het een grote papkas. Ik heb dit gedaan, we hebben dit gefilmd van Sven Hulleman. Omdat die man dus nou ook in problemen zit, want de Rabobank pak hem nou aan. En ja, dan er is gevraagd of wij willen filmen, dus dat heb ik dan gedaan. Maar ik zou geen rechtszaken meer doen en ik doe het ook niet meer. Dit is echt de laatste keer. Dus dan weet je wel, je hoeft mij geen verzoeken meer te doen voor rechtszaken te filmen. Want het kromsysteem aan de poep doe ik niet meer aan mee. Maar in ieder geval, hoe de rechtszaak ging, wat mij opviel, is dat die advocaat van de tegenpartij constant naar die rechter zat te lachen en te doen. Dus dat viel me al op. En ja, ik vind het eigenlijk ook wel leuk dat ze zo'n slabbetje hebben dan, hè. Want ik wou hem eigenlijk zeggen tegen hem van, dan ken hij die shit die op zijn lippen zit, van het spreken van die shit van hem, wat uit zijn strot komt. Dan kan hij daar mooi zo van zijn lippen afvegen, wat hij knoeit, weet je. Want er komt niks normaals uit. Het is woordenspelletjes zijn het. Het is, ja, ik word er gewoon pissig van. Ik ken daar niet meer tegen. Ik ga ook geen rechtszaken meer doen. Echt serieus niet. Want er wordt alleen maar poep geluld, onzin gesproken. Dingen worden verdraaid. Rechtbank, recht voor banken. Ik heb het gehad ermee. Het is één grote teringbende gewoon. Hartstikke idee. Doet het er maar mee.